Bij de zuivelfabriek in Bijlen zijn al volop bouwactiviteiten aan de gang. Het zijn de voorbereidingen van de gigantische uitbreiding die op stapel staat. Alle bestaande bedrijfsactiviteiten moeten worden aangepast om zodoende de verdubbeling van de productie van kindervoeding mogelijk te maken. We zien een enorme groei in de vraag. En die vraag is met name in Azië. Daar is een groei van de bevolking en een groei van de welvaart. En die vragen om een hoogwaardige kwaliteit van de kindervoeding. En die kunnen wij hier maken. Door de uitbreiding van de productie komt er ook meer werkgelegenheid. Nu werken er zo'n 500 mensen op de zuivelfabriek. Dat worden er 600. De gemeente Midden-Drenthe is blij met de ontwikkelingen. Door deze grote investering ben je ervan verzekerd, zou ik bijna willen zeggen, dat de vestiging nog tot in lengte van jaren hier zal blijven. Tweede, het betekent toch een behoorlijke uitbreiding van werkgelegenheid, wat in deze tijd een hele goede zaak is. Op drie plekken wordt het grootste deel van de uitbreiding gerealiseerd. Het huidige pakhuis moet een stuk groter worden. Achter de fabriek komt een nieuwe verpakkingslijn. De contouren van deze nieuwe hal zijn al uitgegraven. De mengtoren is de afgelopen maanden al vergroot. En pal achter de plek waar de melk wordt aangevoerd, komt op 8 meter hoge poten een nieuwe toren waarin poeder wordt gemaakt. Ja, dat is zeker ingewikkeld. Niet omdat het proces zo moeilijk is, want we gaan min of meer een kopie maken van de huidige toren. Maar weliswaar 35% energiezuiniger. Het grootste uitdaging is dat het moet gebeuren terwijl de fabriek gewoon doorloopt. En de combinatie van bouwactiviteiten en een hoogwaardige product maken, daar zal de grootste uitdaging voor ons liggen. Die nieuwe poedertoren wordt bijna 10 meter hoger dan het hoogste punt nu. En daarmee wordt de Domo zuivelfabriek bijna 50 meter hoog. Nou, ik durf niet te zeggen of een paar meter hoger in het huidige bestemmingsplan past. We zijn toch met een bestemmingsplan aanpassing bezig. Dus daar zou dat dan in meegenomen kunnen worden. Verder moet ik eerlijk zeggen dat het nu al een heel helder markeringspunt is, het huidige gebouw. Je kan dat ook mede door het licht 's avonds van verre zien. Dus in die zin denk ik dat dat geen probleem hoeft op te leveren. Over 2 jaar moet de uitbreiding van de Bijlen zuivelfabriek klaar zijn.